Good morning, tof dat je er wel bent. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Munnekom podcast. Als ik deze opneem is het zondagavond, hoe laat is het? 7:45? Wauw. En ik loop op de Sint-Pietersberg in Maastricht met de zonsondergang. Lekker even, helemaal alleen. Vandaag is het eerste paasdag, zeg ik dat goed? Ja, eerste paasdag. En mijn papa is vandaag ook jarig, 4 april zijn we vandaag naartoe gegaan. En dat was echt ontzettend fijn met Julian. En ik vind het dan zo mooi om te zien hoe gek hij op dat mannetje is. Dat ontroert me echt om dat te zien. Dat is zoveel onvoorwaardelijke liefde. En misschien denk je nu, ja, dat is toch normaal. Of ja, dat heb ik ook. En dat is alleen maar mooi. Maar ik denk dat we er soms gewoon niet genoeg bij stilstaan. Hoe ontzettend bijzonder dat het is. Ik zie gewoon dat hij net zoveel van Julian houdt als dat hij van mij houdt. En ik vind dat echt fantastisch om te zien. Hij is echt onafscheidelijk met Julian. Als wij willen gaan, dan is het altijd opa is weer met hem. Hoppakee, zit hem weer rond te dragen en zijn we van alles aan het doen. En ik denk, pap, ik zeg, we moeten echt gaan. Oh ja, 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 nee, is goed. Oh, het is zo schattig. Dus we hebben een hele fijne dag gehad. En ik vond het vooral heel fijn dat ik zag dat mijn vader een hele fijne dag had. En ik had op Insta-stories gedeeld dat ik een cadeautje was gaan kopen. Voor iedereen die geïnteresseerd is, oké, wat heeft hij dan gekregen? Nou, een paar praktische dingen. En ik had een hele leuke mok met een hele mooie foto van Julian en hem laten maken. Met een hartje en liefste opa erop. Dat was echt een hele grappige foto, want mijn vader is echt een clown. En, ja, mijn vader is een clown. En Julian reageert daar heel heftig op. Die worden alleen maar nog enthousiaster. Dus ze stonden er echt allebei met een big smile op. Het was echt een hele leuke mok. Volgens mij vond hij dat ook het leukste cadeautje. Ik had een lieve kaart geschreven. Ik had hem twee fietsshirtjes gekocht. Mijn vader sport veel, dus ik heb twee fietsshirtjes gekocht. Een fles whisky, dat wilde hij heel graag. En chocola, want als je mijn vader vraagt, wat wil je voor je verjaardag? Zegt hij, boah, doe maar wat. Een fles shampoo en een reep chocola. Nou, dus de reep chocola, die houden we erin. Dat is een beetje traditie. Maar het was een hele fijne dag. Even samengevat, het was gewoon een hele fijne dag. En toen ging ik wandelen. En nou, in de auto, dat was in de auto er naartoe. Naar mijn vader vanochtend was dat moment. Luisterde ik naar een podcast van Gary Vaynerchuk. Daar heb ik het al vaker over gehad. En ik heb ook wel eens gedeeld van, goh, ik heb van die bepaalde fases. Ik heb fases dat ik echt heel erg alleen maar bijvoorbeeld naar Wayne Dyer luister. En echt helemaal in die, ja, zen, laid-back fase zit, zeg maar. En andere momenten vind ik het juist heel prettig om bijvoorbeeld te luisteren naar Gary Vaynerchuk, Russell Brunson. Goh, wie hebben we nog meer? Maar ja, in ieder geval, dat zijn echt twee podcasts die ik gewoon heel vaak luister. En vandaag luister ik dus naar Gary Vaynerchuk. Ik bepaal ook altijd als ik mijn lijst open, misschien is dat ook wel een mooie. Dan voel ik gewoon, oké, waar word ik naartoe getrokken? Klinkt misschien heel zweverig, maar zo werkt het voor mij. Oké, wat voelt goed op dit moment? Waar word ik naartoe getrokken? En dat zet ik dan aan. Nou, vandaag was dat dus de podcast van Gary Vaynerchuk. En in een interview, er was een stukje, kwam naar voren. Ik weet niet meer wat de specifieke vraag was, maar het ging over zijn enorme succes. Gary Vaynerchuk is zo'n enorme goede marketer. Zo'n marketeer, zo'n enorme goede marketeer, zo'n enorme goede businessman. En ik vind hem als persoon ook echt heel tof. En dat maakt dat ik niet alleen zijn lessen heel waardevol vind, maar ik vind hem als persoon ook echt heel tof. En dat maakt natuurlijk dat je heel graag naar zo iemand luistert. Nou, wat zegt hij nu? My lack of fear and my lack of education is what's making me so successful. En die kwam binnen bij mij. Niet zozeer lack of education. Maar wat je wel heel vaak ziet is dat die miljonairs allemaal vroegtijdig gestopt zijn met school. Omdat ze voelen, ik pas niet in het schoolsysteem zoals het er nu is. Daar kan ik me echt, I can relate. Dat snap ik echt helemaal. Ik heb wel netjes mijn school afgemaakt. Ik heb zelfs gymnasium gedaan. Maar ik heb al die tijd mijn schoolperiode verschrikkelijk gevonden. Ik voelde dus ook, ik hoor hier niet. Ik pas hier niet. Vervolgens baan- en loondienst. Het paste gewoon allemaal niet. En al die tijd dacht ik, nou, als dit het is, het was gewoon helemaal niet leuk. Als ik dat nu terughoor en terugkijk, dan vallen die puzzelstukjes allemaal in elkaar. Nou, in ieder geval, dat is dus wat hij zei. My lack of fear, my lack of education. En zoals ik net al zei, lack of education is niet waarvan ik eigenlijk dacht van, wow. Maar wel het stukje, my lack of fear. En meteen ging bij mij de gedachte, de vraag die ik mezelf stelde. Als je geen angst kende,
welke beslissingen zou je dan nu maken? En toen dacht ik meteen, wauw, oké. Ik kwam meteen met een antwoord. Is even privé, dus wil ik nu niet delen. Want daar gaat het hier even niet om. Ik denk dat hier nog wel op terugkomt, maar voor nu eventjes is het dit. Maar deze vraag stelde ik me meteen. Ik wil ook even dat je ziet, oké, dus ik luister zo'n podcast en hoe ik dan voor mezelf schakel. Hij zegt dat, my lack of fear, my lack of education. En meteen gaat bij mij, wauw, oké, wat kan ik hiermee? Wat zou ik doen op het moment dat ik nu geen angst kende? Er kwam meteen een antwoord. En die vraag, dit is dus de kernvraag van deze podcast. Die wil ik dacht ook meteen, oh my god, dit is zo waardevol. Als die bij mij zo binnenkomt, dan is er vast nog iemand die dit moet horen. Dus vandaar ook dat ik meteen nog, oké, ik moet vandaag een podcast opnemen. Wat zou jij doen als jij geen angst kende? Wat zou je doen? Welke beslissing zou je nemen? Welke actie zou je ondernemen op het moment dat je geen angst kende? En laat die eens echt mega binnenkomen. Of je nu wel of geen ondernemer bent, deze vraag is op iedereen van toepassing. Wat zou je doen als je geen angst kende? Wat zou je dan doen? En dan zie je dus meteen, en toen bij mij kwam ook meteen, ik denk, oh my god Kim, dit is de beslissing die je wil nemen. Maar je twijfelt nog, omdat je je laat leiden door angst. Soms moet je even een vraag krijgen op een bepaalde manier om tot je door te laten dringen wat je eigenlijk aan het doen bent. En bij mij kwam die meteen en denk, oh my god, dit is wat ik aan het doen ben. Dit is waarom ik aan het twijfelen ben. Omdat het is gebaseerd op angst. En als ik angst, if I take fear out of the equation, als ik angst zeg maar uit de situatie haal, wat hou ik dan over? Ja, dan wil ik dit meteen doen. Ja, die was zo duidelijk. Ik dacht, dat is wat ik wil. Daarom moest ik dit horen. Dit is ook als ik stappen wil zetten, zal ik de angst los moeten laten. Als ik bepaalde mijn volledige potentieel wil benutten en echt mega stappen wil zetten op alle vlakken in mijn leven, zal ik die angst los moeten laten. Angst is er altijd en angst is je allerslechtste raadgever. En dat is ook echt mijn waarheid. En dat weet ik. En nog steeds ben ik een mens en ben jij ook een mens en komt dit terug. En het is heel normaal. Niks mis mee, het is heel normaal. Maar op het moment dat er nu bij jou een antwoord komt, wat zou je doen als je geen angst kende? Op het moment dat angst er niet meer was, dat je dat niet zou voelen. Wat zou je dan doen? En dan nu aan jou de uitnodiging, ga dat doen. Dat is wat er nu moet zijn. Doe met mij mee en zet die stap die jij weet, die je wil en moet zetten om daar te komen waar jij wil komen. En het kan mega breed zijn, hè. Ik zit aan scenario's te denken van, oh man, ik wil zo graag voor mezelf beginnen, maar ik durf niet. Wat als het niet lukt? Je weet wat je moet doen. Ander voorbeeld, ik wil zo graag in mezelf investeren. Ik wil in een coachtraject investeren, ik noem maar even wat. En je stelt jezelf ook meteen de vraag, wat als het niet lukt? Wat als ik er niet uithaal wat ik hoop? Dat is een beslissing, een vraag gebaseerd op angst. Want je hebt een verlangen, je weet wat je eruit wil halen. Maar je bent bang dat je het er niet volledig uithaalt. Of dat jij niet die persoon gaat zijn die je wil zijn, die je weet dat je moet zijn. En daarom twijfel je en daarom maak je ook misschien de keuze om het niet te doen. En praat je het voor jezelf goed. Ja, het is toch wel erg duur, het is niet het moment, ik moet eerst nog dit. Dit is wat we doen, hè. We zijn mensen, we zijn allemaal hetzelfde. We tikken allemaal op dezelfde manier. Dit is wat we doen. Het is allemaal fear-based. Het is allemaal fear-based. Misschien wil je, in mijn geval, misschien wil je gaan starten met adverteren bijvoorbeeld. Hoe lang heb ik wel niet lopen twijfelen? Hoe lang heb ik het wel niet lopen uitstellen? Het verlangen was er. Er zat gewoon een angst achter. Wat nou als het flopt? Want ergens zat daar een heel sterk verlangen. En ik weet het, hè. Dan probeer het nog een keer. I know. Het is mijn eigen advice. Practice what you preach. I know. En toch had ik die angst. Het is menselijk. Laat dit ook bij je binnenkomen. Het is menselijk. Dus veroordeel jezelf niet. Het is helemaal oké. Ik wil jezelf veroordelen. Het is nog slechter. Het is wat het is. Je bent gewoon een mens. Maar op het moment dat deze vraag bij jou binnenkomt. En er komt ook een antwoord binnen. Op het moment dat ik op dit woord zou ik doen. Als ik nu geen angst kende. Als ik geen angst zou voelen. Welke beslissing zou ik maken? Welke actie zou ik ondernemen?
En dan nu aan jou de uitnodiging om dat te gaan doen. Angst zal er altijd zijn en je kunt op elk moment kiezen om je daardoor te laten leiden of om je te laten leiden door vertrouwen en overvloed. En dan kom ik terug bij de basislering van de wet van aantrekking. There is only a stream of well-being. En je kunt op elk moment kiezen om die stroom er te laten zijn, om die stroom te laten stromen of om hem te blokkeren. Die keuze is aan jou. En op het moment dat je kiest om je te laten leiden door angst, zeg je ook automatisch, ik kies ervoor om de stroom van overvloed, om de stroom van succes, om de stroom van welzijn te blokkeren. Ik wil hem niet ontvangen, want ik kies voor angst. En ik wil dat deze even heel erg bij je binnenkomt. Mij raakte die vraag zo enorm dat ik dacht, oh damn Kim, dit is wat je aan het doen bent. En meteen was het, oké, klaar, ik weet wat ik mag doen, klaar, beslissing genomen, damn, klaar. Waarom? Omdat jij en ik allebei weten dat jij ook niet je volledige potentieel benut. We weten allebei dat je een heel groot verlangen hebt en dat jij bepaalde stappen mag zetten, moet zetten om dat te gaan benutten. En dat is uit je comfortzone en dat is oké en dat is goed. En ook al weet je nog niet precies hoe, ook al heb je niet 100% helderheid, laat je alsjeblieft niet leiden door angst, want angst is je allerslechtste raadgever. Hoe mooi is deze vraag? Wat zou je doen als angst geen rol zou spelen? Wat zou je doen als je dit niet zou voelen? Gary Vaynerchuk, echt spot on. Waarom ben jij nu zo succesvol? Ja, zegt hij, ik wijt het aan mijn gebrek aan opleiding. Want hij was ook super slecht op school. Heerlijk dit. Nou, ik was niet super slecht op school, maar ik vond het niet leuk. Maar het is ook gewoon niet op je plek zijn op school. Want het hele schoolsysteem leidt je op om een werknemer te zijn en niet om een ondernemer te zijn. En als kind heb ik dit nooit geweten, dat dit niet bij me past en dat het een ander pad voor mij was weggelegd. Later wel. Nu vind ik dat niet zo spannend, maar ik vind het wel interessant dat hij het benoemt. Maar toen hij zei, my lack of fear, dat is precies wat je bij hem ziet. Hij neemt continu stappen als iedereen hem voor gek verklaart, als iedereen een andere kant op gaat. Als iedereen naar rechts gaat, gaat hij naar links. Hij voelt het gewoon en hij durft. Ja, als het niet lukt, maakt niet uit, heb ik wat geleerd. Maar ik voel heel sterk dat ik dit moet doen. Hij heeft het bijna altijd aan het juiste en hoe zeg je dat? Het trekt bijna altijd aan het langste einde. Het is echt bizar. Ik bewonder hem echt als ondernemer. Ik bewonder hem enorm als ondernemer en als mens. En als hij dan zegt, mijn gebrek aan angst, breng me daar. Dacht ik meteen, ja, dit is het, Kim. Als jij je keuzes blijft baseren op angst, dan ga je daar nooit komen waar je naartoe wil. Dus hop, 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 hop. Het allerergste wat er kan gebeuren is dat iets niet uitpakt zoals je graag had gewild. Heb je heel veel geleerd, heb je heel veel helderheid gekregen. En kun je vervolgens op die basis weer nieuwe stappen zetten. En that's it. En dat geldt voor elke beslissing die je neemt in je leven. En je bent een mens, maar laat die enorm binnenkomen nu. En kies ervoor om die persoon te zijn die op dit moment kiest om zich niet te laten leiden door angst, maar door vertrouwen. Een persoon die kiest om de stroom van overvloed die altijd aanwezig is, te laten stromen. Door te kiezen voor vertrouwen. Alright, daar ga ik hem bij laten. Ik zou het zo tof vinden als je mij laat weten, op basis van deze podcast en deze vraag, wat zou je doen als? Laat mij weten wat jij zou doen als. Maak een screenshot of neem een stukje op van deze podcast. Of wherever, whatever, maakt me niet uit. Maar deel hem alsjeblieft en deel jouw antwoord. Hoe kunnen we elkaar echt, ik zie dat zo voor me. Hoezeer kunnen we elkaar inspireren als we dit allemaal doen? Dit lijkt me zo tof. Wat zou je doen als? En dan ga jij jouw antwoord invullen. En dat ga je delen. Je gaat het delen met de wereld. Dan is en die accountability voor jezelf super sterk. Wat ontzettend belangrijk is om door te pakken. Plus je inspireert super veel mensen met de stappen die jij gaat zetten. Alright, let me know. Ik zou het in ieder geval super tof vinden als ze hier een beweging van maken. Enorm bedankt voor het luisteren. Ik hoop echt dat dingen bij je binnen zijn gekomen. Let me know. Ik spreek je morgen. Bye bye.